beste kijkers. Welkom bij de vierde aflevering van Geschiedenis Vlog On Tour. We zijn vandaag bij Kamp Amersfoort. Vandaag in Geschiedenis Vlog On Tour. Ik sta hier bij de restanten van het lijkenhuisje. Toen het Rode Kruis het kamp overnam, werden deze vlaggen overgeschilderd. Laten we binnenkijken. Ik sta hier bij de Rozentuin. De Rozentuin werd door de Duitsers aangelegd in de Tweede Wereldoorlog. De gevangenen werden hier tegen een prikkeldraad aangezet. Als ze bewogen, dan moesten ze nog langer staan. Hier, als de appelklok werd geluid, moesten de gevangenen in een grote rij opstellen. Dan werd er gecheckt of iedereen er was. Op het hoogtepunt waren ze dan wel met 7000 man. Ik sta hier bij de kaart van Kamp Amersfoort. De gekleurde gedeeltes bestaan nog steeds. De zwart-witte gedeeltes zijn na 1968 gesloopt. Ik sta hier bij een bunkercel. Deze is namaak. Ze waren wel deze grootte. Hier op de grond zie je de lijn verder getrokken worden. In dit gebouw is van alles te zien, van herinneringen aan dit kamp. Deze gedenksteen werd geplaatst in 1952. Ik sta hier bij de restanten van het lijkenhuisje. Hier werden lijken neergelegd tot ze werden begraven in een massagraf. Uit Joodse traditie worden er steentjes bijgelegd. In 1945 zijn hier slachtoffers van de oorlog tijdelijk begraven. In de bossen hier zijn ook 101 Russen die in Kamp Amersfoort hebben gezeten begraven. Ze zijn allemaal in 1946 herbegraven op begraafplaats Rusthof. Dit beeld heet de gevangene voor het vuurpeloton. Hij heeft een gebalde vuist als teken van machteloze woede. En op de grond staan 5 vredestuiven die staan voor de 5 oorlogsjaren. Bedankt voor het kijken naar de vierde aflevering van Geschiedenis Vlog On Tour.